ongetwijfeld het verhaal van de bloemetjes en de bijtjes. Zij zorgen immers voor de bevruchting van bloemen, bomen, groenten en fruit. Maar door verschillende externe oorzaken hebben bijen het de laatste jaren steeds moeilijker gekregen om te overleven. En zonder de bijtjes kunnen ook wij niet overleven. Zij zorgen immers voor de bestuiving van 70% van alle bloeiende planten. Willen wij over 25 jaar nog steeds groenten en fruit eten en nog bloemen in onze tuin zien bloeien, dan wordt het de hoogste tijd dat wij de wilde bijen een handje toesteken om te overleven. Zo kan je hen met een bijenhotel voorzien van huisvesting voor hun kroost. Daarom werd door de Kruibeekse Natuurvereniging Kruin en de mensen van Zonnewende beslist om deze nuttige beestjes te helpen. Op het terrein van Giro Altena werd een eerste bijenhotel geplaatst. Een aantal Giro-jongens hanteerden boor en zaag om een handje toe te steken. Het hotel is samengesteld uit boomschijven voorzien van een aantal gaatjes. Kom je op de veen? Op lengte gezaagd riet, bamboe en enkele stenen met gaatjes. Je kunt dat meten en we hebben inderdaad hier ook een mal, zodanig dat je dat kunt verzagen. We gaan dat straks een keer eerst eens voorzien, zodanig dat je... Nee, dat gaat niet hier wat doen. Oké, dat is niet de bedoeling. Hè. Dan zit er ook allemaal houtblokjes staan. Hè. Je hebt hier ook een boormachine. En er mogen inderdaad allemaal gaatjes in boren, zoals ik er al een beetje gedaan heb. Hier is dat nog maar een centimeter, maar eigenlijk moeten we tot 7 centimeter gaan weer in boren. Goed, dus je moet wel wat voorzichtig zijn, dus iemand dat moet vasthouden en niemand dat moet boren. Dus ook wel een beetje wisselen. Doe maar op. Voilà, dat is goed. Dus hier komt de sleutel wel omhoog. Hè. Alles werd vakkundig geschikt in de kaders van de bij Natuurpunt aangeschafte ruwbouw van het hotel. Na afwerking zal het huisvesting bieden aan meerdere soorten wilde bijen. Allemaal bij Warek.
wilde, of ook solitaire bijen genaamd, plaatsen een zo pas verzameld bolletje stuifmeel in een van de gaatjes en leggen daarop een eitje. De larve heeft dan onmiddellijk een voedselvoorraad ter beschikking om na het verpoppen uit te groeien tot een volwassen bij. Later zullen in een onmiddellijke omgeving een bonte mengeling van bloemen worden gezaaid om de bijen een aangenamere leefomgeving te bezorgen.